Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met Heracles Amelo tegen AZ. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Hallo allemaal, beste kijkers. Welkom vanuit dit stadion. Even wachten is op de aftrap. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar verzorgd door het duo Guter en De Vos. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen eredivisie. Het is Heracles Almelo dat de... strijd aanbindt met AZ. Ja, in deze wedstrijd mag er dan wel niets op het spel staan. Er is geen sporter die ervan houdt om te verliezen. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. Het bezoekende team staat bekend om de hoge druk. In plaats van af te wachten, jagen ze de tegenstander op. Dat kost veel energie natuurlijk, maar de tegenpartij wordt dan gedwongen om sneller af te spelen of om een actie te maken of om van achteruit een lange bal te spelen. De verdedigers hadden hem door, duidelijk geval van buitenspel. Dani de Wit. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Frederik Mitsje. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Steekt die bal maar door. Oh, dat scheelt niks zeg. Ja, het is maar net buitenspel. Nou, ongelooflijk zeg. Ik dacht dat dit geen buitenspel was. Ja, buitenspel, maar het scheelde wel heel weinig hoor. En het was ook nog eens een keer een ideale positie om te scoren. Dani de Wit. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Heracles vindt ruimte op de rand van het veld. Gaan ze hier de leiding nemen? Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. De tackle op eigen helft loopt goed af. De bal ketst af op een speler. Inworp. Dit is een flinke dreun voor die ploeg. Want deze speler kan echt niet verder. Ik ben heel benieuwd hoe de coach dit verlies gaat opvangen. Er moet een vervanger komen. Inderdaad, deze speler is te geblesseerd om verder te gaan. Frederik Mutsje. Over de achterlijn, doeltrap. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Voorkomt dat de bal over de lijn gaat. Dit kan maar eens een kans opleveren. Frederik Mutsje. Bal bij de tegenpartij. Een mededeling van de politie. Hij rukt verderop. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Hij verslaat zijn tegenstander. Hij gaat er niet in.
Frederik Mietje. Karlsson. Is alweer even aan de bal. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Ze zaten er bovenop en komen weer aan de bal. Wijndal. Wijndal met de bal. En de bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. Hij houdt het schot tegen. Al vroeg druk gezet. Van zo'n poging zit de doelman niet tegen. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Ze mogen een inworp nemen. En ze hebben de bal weer terug. De aanval kan door, beslist de arbiter. Voordeel voor AZ. Karlsson. Wijndal. Deun Koopmeiners. Goed de bal afgepakt. En daar eindigt de aanval. Heracles vindt ruimte langs de rand van het veld. Simpel geblokt, dat schot. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Daar gaat hij langs de tegenstander. Dat loopt goed af met die ingreep. We gaan de rust in met nog steeds... Hierbij gaan we de rust in met een stand van 0-0. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Heb je nog geen like achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. En vergeet ook niet het filmpje te delen met je vrienden. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk mee tot het einde. Kick-off tweede helft. We gaan de wedstrijd vervolgen bij een gelijke stand. Geen idee welke kant het kwartje op zal vallen. Ja, kwartje, dat was in de tijd van de houten gulden. Geen idee welke kant het op gaat. En dat had hij goed gezien. Karlsson. Wat gaat hij hiermee doen? En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Er ligt een counter op de loer. Die steekbal is gevaarlijk. Het was een uitstekende counter, maar die afronding valt tegen. Absoluut, zie het. Maar het toont wel aan hoeveel snelheid ze in de ploeg hebben. Via de tegenstander gaat hij uit. Ingooi dus. Wijndal. Door die actie is hij de bal kwijt. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Hij komt onder druk te staan. Daar verovert hij de bal. Hier kunnen ze voorkomen. Wat is het leven van een commentator toch mooi als ze dit soort doelpunten gaan maken. Eigenlijk, ja, dit kan gewoon niet. Dit is eigenlijk alleen maar mogelijk in een film. Ja, vanuit welk hoek je de situatie ook bekijkt. Het blijft gepruts in het kwadraat. De verdediging in geen velden of wegen te bekennen.
score is geopend. Het is 1-0. Nummer 11, Nicolai Larsen. En een offensief van AZ. Nee, daar komt de tegenstander alweer een balbezit. Al vroeg druk gezet. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Pof op de slof. Goed gedaan van die doelman. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Zo moet het dus nu. Deze counter sterft in schoonheid. Balbezit naar de tegenstander. Doelpoging, schot. En hier laat de doelman zijn waarde zien. Formidabel. Er komt een nieuwe speler in. Nou ja, wie weet helpt het om van die achterstand af te komen. In het restant van de tweede helft. Wordt kort genomen. Fredrik Mutscher. Dit kan een goal zijn. Nee, dat is niks. Als je een kans krijgt op deze afstand, dan moet je er meer mee kunnen doen. Veel te zwak op doel afgewerkt. Mogelijkheden voor een counter. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Deze mag erin. En AZ mag hem gaan ingooien. Hij stoomt verderop. Bal gaat richting medespelers in het centrum. Hij is hem kwijt. Hij is zijn tegenstander voorbij. De doelman keert die inzet. Korte bal op een teamgenoot. Voorzet recht voor het doel. Niet makkelijk. Wat gaat hij doen? Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. En misschien nog één keer dan voor de gelijkmaker. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. De Alkmaarders in de aanval. Hij schiet hem. Boucher van de keeper en op de paal. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. En weer balbezit na die sterke actie. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Ja, Siet, ik vraag me af hoor. Of ze nog zo'n grote kans gaan krijgen om gelijk te maken. Dit is een inworp. En de coach ziet reden om te wisselen. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. De reguliere speeltijd duurt nog 4 minuten. Heracles vindt ruimte. Ze springen wel, maar kunnen net niet bij de voorzet. Ja, op het doel. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Bijna tijd. Maak er nog eentje via deze hoekschop en de wedstrijd is beslist. Komt de hoekschop in het midden. Ja, dat ben je met me eens toch? Dit is geen geweldige kopbal. Dat ben ik volkomen met je oneens. Blessuretijd, 2 minuten. Goede actie. Het wordt wel een inworp. Problemen voor de verdediger. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Heb je nog geen like achtergelaten op een van onze video's, laat dan ook een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.